Een paar eeuwen geleden had Dokkum nog een open verbinding met de Lauwerszee. Door die directe ligging aan open water ontstond er een levendig handelsverkeer met onder meer de Scandinavische landen, Noord-Duitsland en zelfs Rusland. Hierdoor werd Dokkum zeer welvarend. De rijkdom van Dokkum werd versterkt doordat zich hier in 1598 een van de 5 admiraliteiten van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden vestigde. Admiraliteiten zorgden onder andere voor de bescherming van de handelsvaart tegen zeerovers en voerden oorlog, met name tegen de Spanjaarden. De haven van Dokkum was geschikt voor een beperkt aantal kleinere oorlogsschepen. In het begin was dit geen probleem, maar in de loop der tijd kreeg de Republiek der Nederlanden behoefte aan meer en steeds grotere oorlogsschepen. De locatie Dokkum kwam hierdoor steeds meer ter discussie te staan. Toen ook nog de verbinding naar de Lauwerszee langzaam dichtslipte, ging het echt mis. Dokkum werd te lastig bereikbaar en na een kleine 50 jaar werd besloten de admiraliteit te verplaatsen naar het gunstiger gelegen Harlingen. Het hoofdgebouw van de admiraliteit is helaas al in de 18e eeuw afgebroken. Op deze plek staat nu een woonhuis, waarin het museum Dokkum is gehuisvest. Aan de overkant herinnert alleen nog de scheepshelling aan de tijd van Dokkum als admiraliteitsstad.